Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Vlogmasdag video. Het is vandaag donderdag 14 december en ik heb vandaag weer een nieuwe Vlogmas vanuit werk. Als je er veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Nou, ik ben dus al op werk en ik ga dus nu eventjes alles klaarzetten. Dus ik ga eventjes mijn spulletjes klaarzetten en... Ik moet ook nog even mijn lessen voorbereiden. Dus dat ga ik nu gelijk ook doen. Bladzijde 39. De roofvogel bakte snel een muisje. Schrijf op de roofvogel. De roofvogel. De roofvogel. Oh, niet handig. Ah, ah. Ik ook. Nou, je mag het wel alvast zien. Maar ik ga het nog niet nu veranderen. Wat we gaan doen. Pak een accessorie voor je laptop in je kastje. We gaan het hebben over verwijswoorden. En dat hebben we natuurlijk al vaker gedaan. Het is namelijk een herhaling. Dus het leerdoel van vandaag. Ik leer wat verwijswoorden zijn. We gaan eventjes kijken naar het infoblokje. Dus pak die erbij. Op bladzijde 60 en lees mee. Een verwijswoord verwijst naar een woord of woordgroep. Dus het hoeft niet één woord te zijn, het kunnen ook meerdere woorden zijn. De groene auto die daar staat is van Nienke. Die verwijst dus naar de groene auto. Het hok waarin de hond zit is kapot. Waarin? Het hok. Verwijswoorden zijn persoonlijke voornaamwoorden. Dus een verwijswoord kan je herkennen, omdat het hij, haar, ons, jullie bijvoorbeeld is. We gaan kijken naar opdracht 1. Schrijf mee, want dan kan je gelijk de eerste opdrachten samen doen. En daarna doen jullie het zelf. We gaan even eens kijken. Het is echt niet zo moeilijk. Het is gewoon even herhalen. Maar het komt natuurlijk wel terug op de toets. Wat is het verwijswoord en het woord waarnaar het verwijst? Paul wil graag zwemmen, maar hij heeft geen zwembroek. Wat is dan het verwijswoord in deze zin? Hij, inderdaad. Hij is het verwijswoord. En waar verwijst hij naar? Kwam op de aarde voor ons allemaal. Kwam op de aarde voor ons allemaal. Er is een kindje geboren. Geboren in strooi, lag in een kripje gedekt met wat hooi, lag in een Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año Felicidad. Oké, gelijk, Prospero, ja, Año, y Felicidad. Dus met ze langzaam doet, dan doen wij, zeggen wij het daarna één keer na, dus pro. Prospero anno y felicidad. Oké, prospero anno y felicidad. Nou, klinkt waarschijnlijk Chinees voor. Probeer het in eerste instantie. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Heel goed. Feliz Navidad. Prospero anno felicidad. Oké, we gaan deze rendieren maken. Maar we doen het dus met pastel. Heel cute. Nou, volgens mij heb ik vandaag niet zo goed gefilmd. Maar ik ga straks nog iets heel erg leuks doen. Dus dan maakt het niet zoveel uit. Kijk hoe mega cute ze zijn geworden. Ze zijn nog niet allemaal af. Maar wel echt heel leuk. Ik ben er heel blij mee. En het ziet er toch wel wat kerstiger uit. Nou, ik ben dus weer thuis van werk. Volgens mij heb ik niet super veel gefilmd. Omdat ik van plan was om vanavond nog wel dingen te filmen. Ik had namelijk een paar weken geleden een uitnodiging gekregen om naar het Amsterdam Winterparadijs te komen. En vanavond is dus de opening. En daar heb ik tickets voor gekregen. En eerst wilde ik niet gaan, omdat en met werk had ik eigenlijk afspraken. En ja, ik voel me ook best wel een beetje moe. Maar ik vind het toch heel erg zonde, omdat ik die tickets toch heb gekregen. Dus mijn vriend en ik gaan er vanavond naartoe. We hebben er echt heel veel zin in. We konden natuurlijk niet gelijk om 5 uur. En mijn vriend is nu nog aan het werk. Maar ik ga zo meteen naar hem toe. En dan gaan we met de auto gaan we gelijk eigenlijk daar naartoe.
Dus ik ga dan even met het OV naar hem, zodat we gelijk met de auto door kunnen. Dus ik ga nu eventjes me daarvoor klaarmaken. En ik heb net in de auto even een oliebol gegeten. Dus ik ga me even warm aankleden en dan ga ik naar het Amsterdam Winterparadijs. Echt heel veel zin in. Oké, nou, ik heb me even klaargemaakt. Even een lipglossje opgedaan. En ik ga zo meteen nog even naar de Action. Want echt super stom, maar we hebben dus allebei geen handschoenen. Nou, ik heb ze wel ergens, maar door de verhuizing heb ik echt geen idee waar ze zijn. Dus ik ga zo meteen bij de Action even twee paar handschoenen halen. Want anders kunnen we niet schaatsen. En ik ga zo meteen mijn vriend ophalen. En dan gaan we gelijk door naar Amsterdam. Want het winterparadijs is daar. En kijk, ik dacht, dan doe ik deze lange jas aan, want die is lekker warm. En ik heb onder deze trui heb ik ook nog een shirt. En dan dacht ik, dit ziet er ook wel wat leuker uit. En dan heb ik ook nog mijn muts. En dan kan ik die ook nog opdoen. Ik weet alleen nog niet of ik het ga doen. Zo. Dus dan heb ik in ieder geval een beetje een oké outfitje. Zo. En ik ga er dus ook een TikTokje van maken. Dus als jullie het leuk vinden, kan je het ook op TikTok bekijken. Ja, hoe heet het? We gaan daar waarschijnlijk gewoon wat eten. Want we komen daar denk ik rond 8 uur of zo aan. En ik ga ook maar even mijn bril meenemen. Voor als ik moet rijden. Misschien neem ik ook even een blikje cola mee. Om even wat te drinken onderweg. En verder moet ik dus alleen nog even die handschoenen halen. Dus dat ga ik even doen. Welkom tot de vlog. We zijn onderweg naar de winterparadijs. Yay. Alleen er staan 20 minuten in de file. Het lijkt een beetje druk. Zo, we zijn ongeveer op de 30 minuten daar. Ja, we hebben tickets en we mogen van 5 tot 8 naar binnen komen. En we komen om 2 over 8 aan. FaceTime video. Oh, ik word gefacetimed. En we mogen eigenlijk pas om 2 over 8 naar binnen. Ik ga het even opnemen. Het is een beetje heftig, dus we hopen dat we wel naar binnen kunnen. Anders moeten we weer naar het huis gaan. Waar ben jij? Ik zit in de auto. Dat kan toch? Oké, wij zijn in het Amsterdam Winterparadijs. En we zitten dus nu in het reuzenrad. Het is echt super hoog. Het is echt niet normaal. Oh, het is echt hoog. Oké. Kijk, en we zitten nu samen erin. En ik vind het helemaal spannend. Het is ook spannend, want deze, we kunnen hem ook nog draaien. Nee, niet draaien. Kijk, en hier zo, hier zie je de schaatsbaan en daar heb je de zweefmolen. En nu zitten we dus in het reuzenrad. Maar ik ga vooral filmpjes maken met mijn telefoon, dus dan zal ik die er wel in doen. Zo, het is echt hoog. Oké, we zitten nu in een soort funhouse. Oh. Oh, niks doen. Oh, oh. Oké, wij zijn aan het schaatsen. Ik wil nog een keer door dat disco ding heen. Ik zit namelijk even op het zeehondje. Ik wil dat disco ding. Daar, die tent. Dat is echt disco. Ik vind het wel handig, dit. Ik wil wel een beetje filmen. Nee, ja. Ik ga zo ruim vandaag op de We zijn terug van Amsterdam Winterparadijs. Ja, mooi schat. En we vonden het dus eigenlijk best wel leuk. En het was niet druk. Het was gewoon prima. Maar we moeten volgende keer iets langer. We waren nu veel te laat. En we gaan dus nu nog even een film kijken. We hebben nog geen gordijnen, maar we liggen nu gewoon even met een dekentje op de bank. En ik ga nog even een kruikje maken. En dan sluit ik hier bij de vlog af. Dus heel erg bedankt voor het kijken.